onderlinge confrontaties. Dan is het geen wonder dat dit twee ploegen zijn die helemaal onderaan de stand zijn geëindigd. Sergio, dat is een goede actie van een Golok. Balletje door het midden. Serigioni en de redding van Sosé. Dichter dan dit waren ze. Leuven loert op de tegenaanval met Ibu. Dat is een goed balletje op Kroeks. Gaat hij het dan toch afmaken? Kroeks door de benen van Sosé. Maar net in het zijnet. In de voeten van Kenny Thompson. Met een goed voorzetje van Thompson. Goede redding is dit van Sosé. Daar was bijna de 1-1 van Serigioni. Maar een uitstekende redding van Adrien Sosé. En hij houdt zijn vrije trap mag gaan nemen. Ineens op doel gedraaid en Sosé haalt hem eruit en dan tegen de paal. Wat een kans voor Oud-Heverlee Leuven. Bojovic, nog maar eens de diepte dan maar. Demjan Veselinovic moet scoren en doet dat niet. 100% kans voor Dalibor Veselinovic. Die moet er altijd. Iedereen staat stil, dus is het wachten op een bal die goed valt. Misschien nu Diabang, hier is Mukulu voor 2-0. Nee, het blijft 0-1 dankzij Sosé. Het was wachten op die bal die goed viel. En die viel ook goed voor Diabang. Milicevic. Nou vindt zijn maatje Onur Kaya. Nog één, mooi in tweetje bijna. En daar is dan toch nog de inspanning van Sattli. Uiteindelijk Sosé. Ja. Châtel is zich aan het opwarmen bij Bergen. Sosé roept en heeft hem. Zag nog de snoekduik van Timmermans.